Eén keer. Kijk eens uit wat het is, jongens. En dit hoort je niet. Hey! We zijn bij het eiland. En daar is Sophie. En die is aan het lesgeven, of niet? Ja. Ik moet even mijn boot aanleggen, anders... Sophie, lekker! Daar op die boot, daar zitten Mats en Lode. Op die boot zijn twee meiden. Zijn Brechtje en Isabel. En daar, die daar aankomen varen, dat zijn Jasper en Reinier. Kijk hem aan dan. En nou achterover. Doe dan. Ja, hij doet het ook gewoon. Ja. Dit is service. Zo. Wij doen aan wist je dat je bij de beurt gewoon ergens bij een vlotje kan aankomen en dat de instructeur jouw boot dan vast legt. De instructeur helpt jou. Ja. Sterren. Wie zijn dit? Kes als fokkenist en Andrea aan het roer. Met de joystick omhoog. Kes en Andrea gaan nu even de aanleg oefenen. Gaan we naar aan de wind? Ja. Kijk, daar komen ze. En turn. Een mooie rechte lijn zo naar het plotje. Breaker. En in de wind. Oh. Wist je dat ze in week 5 vet goed kunnen zeilen? Kijk maar. En toen was ik opeens bij een vlotje met Max en a few ladies from Luxembourg, right? Yeah. Anouk, can you assist me by holding the camera for a minute? Yes, I can. Max, dames en heren, die is aan het lesgeven in het Engels. They always tell me that my English is very good. Yes, yeah. It is. Yeah? Yeah. Is het vloeibaar Engels? Yes. Vloeibaar Engels? Nou, like half vloeibaar Engels. En how is your Dutch? Very good. Hoe gaat het? En tot ziens. What is this? Evolvekaak! What are you training? What are you, what's the task? You have to put the right traveler. Yeah. Yeah. Traveler settings. Yes, to change the pool. Can you explain it a little bit, Max? Well, I teach you guys. Maybe you can tell Joost at which course you set the traveler on which position on the boat. Traveler settings with the Luxembourgers tutorial in 2 minutes. How to set your traveler on a catamaran. Okay, so on the wind, you make the traveler, you have it in the middle. Yes. Half the wind, you have it like a bit more half. Sorry. Yeah, half. And then for the wind, you have it out. Okay. So this is the traveler. This is when you are on the wind, then halve wind, komme wind, geheime wind, and for the wind. Yeah, for the wind is all the way out. All the way out. So it depends on where the sail is, but if the sail is on the left side, that's exactly all the way for the wind, and then you move it a little bit up. Yeah. Okay. Well, I want to see it. I want to see someone going. Pas gas linkerbaan. Then go! Habaan! Max, ik ben nog een wist je dat je? Nou, wist je dat pas op in het Luxemburgs hetzelfde is als in het Nederlands? Nee. Pas op! Ja. Wat? Ja, ze schrokken zelfs. Ja! En also zon. Zon. We also say it. Hex. Ook hetzelfde. Hex. Hex, yes. Oh, dan kijk ik nog even naar de katamaran die hier nu een windvlaagje pakt, dames en heren. Het is maar goed dat je die traveler goed hebt staan, want ja. Kijk, gaat de traveler iets lossen, want ze gaat voor de wind. En dan krijgen we hier wel een loef-lij-situatietje, dames en heren. Een loef wijkt voor lij, dat gebeurt ook, want de katamaran gaat netjes aan de kant. Dan kregen we even mooi gratis mee, hè? Een loef-lij-situatietje. Dacht ik. Ja. Ik heb het ook nog meegepakt. Dacht ik. Later, Max. Later. Ja, yeah, ladies. Live close-up of the traveler. The traveler is in the middle. Tag, 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 tag. Er komt de piraat aan. Ben jij kapitein Haak? Kapitein Jack Sparrow. Oh, Jack Sparrow. Hoi. Touwtje vast. Hoi, Zara.
Dankjewel. Hoi. Dames en heren, dit is Zara. Zegt goed, hè? Ja. Van de instructeur, die komt ook al jaren. Maar normaal, Zara, volgens mij sta je normaal bij, bij het eiland. Ja. En deze week zie ik jou met je zwaardboten bij de jeugdboot. Hoe kan het dat jij hier als eilander met zwaardboten bij de jeugdboot zit? Hoe zit dat? Je hebt natuurlijk ook nog optimisten en je hebt tazen en die zijn net kleiner dan de topazen. Dus als de topaz nog te groot is, dan kan je ook nog terecht bij de optimisten of de tazen. En dat is dan eigenlijk een deel van jeugdboot, ook eiland. Dus wij zijn eigenlijk jeugdboot en eiland tegelijk. Nee. Ja. Als ze dan een diploma halen, wat staat er dan op het diploma? Staat er dan zwaarboot op of jeugdboot? Dan staat er jeugdzeilenzwaarboot. Ah, dat bestaat dus ook. Ja, dat zijn alle bootjes die heel snel gaan en die ook kunnen omslaan. Dus dat is echt wel heel vet. Maar dan voor wat jongere mensen? Ja, zeker. Ja. Tot hoe oud kan je in de tas of in die jeugdzeilenzwaarboot varen? Ja, ik denk wel tot 11 jaar ongeveer. Ja. Ligt een beetje aan hoe groot je wordt. Ja, als je nou al heel groot bent, dan is het misschien handig om alvast naar de topaz te gaan. Maar ja, als je hier nog in past, is dit super leuk. Kijk, dames en heren, dit is Fien. En volgens mij, want ik zie, Fien heeft een wetsuit aan. We hadden het net over deze bootjes. Jij zat in een van die bootjes zeker, of niet? Hoe is dat nou om als jeugdboot in een zwaarboot, of in een wetsuit in een zwaarboot te varen, niet in een leurling? Nou, het is wel heel leuk, want het is maar een leurling wereld, maar wat minder En je kan in het water vallen? Ja. Een leurling niet, hè? Nee. Oh nee, kom maar even. Is dat fijner? Ja. Anne, heb jij nog een wisje datje? Ja, kijk eens, we hebben een nieuwe beard tattoo allemaal. Dus iedereen moet hem krijgen volgende week, deze week eigenlijk, week 5. Moet je kijken wie we hier hebben. Wat zei jij nou? Ik kijk jouw week. Je bedoelt die van de beard? Ja. Vind je die leuk? Ja, en wat vind je er zo leuk aan? Dat je kan zien wat er daar gebeurt. Wat er gebeurt. Dat is een klein beetje het achter de schermen verhaal, toch? Ja. En nu sta je zelf achter de schermen. Ja. Gaat het goed, Mats? Zeker. Dames en heren, dit is Mats. Mats is mijn assistent vlogger. Die heeft nu de GoPro, gaat doorvloggen. Hallo. Hey, Jack Sparrow. Box. 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 Wist je dat? Wist je dat je bij de beurt ook kan schaken? Nee. Mee oh ja, dat is het weer. Het schaakbord. Zullen we laten zien? Ja, kom Mats, gaan we laten zien. Oh, daar. Schaakbord. Oh, dat is een schaakbord. Wie gaat er winnen? Leuk. Ben je wit of zwart? Wit. Wat is er altijd wit? Begin zwart, wint. Ja, maar dit is deze keer van nee. Oh. Ik vroeg net wie gaat er winnen en hij gaat winnen, maar hij is wit. Maar ik leer altijd. Wit begint. Zwart wint. Nou Mats, bedankt voor de help. Ja. Dat was hem alweer. Leuk. Nee, week 5. Kan jij even framen? Zak er helemaal op? Zo is goed, denk ik. Ja? De achterste, die moet omhoog. Nou, loopt hij al? Deze loopt. Ik ga hem afsluiten, Mats. Ja. Dit was week 5. Bedankt voor het kijken. Ik ga jullie nu al missen. Vorige week hadden we het nog niet meer over de prijsvraag van de eerste twee vlogs. Maar de prijsvraag van de eerste vlog is gewonnen door Jack de Walen. Die heb ik al contact. Jij krijgt binnenkort je popsocket. En Jasper Knets zat het dichtst bij met zijn antwoord hoe groot het zeil van de beert 1 was. 49 vierkante meter. Dus jij krijgt er ook een. Stuur even een DM via Insta, Jasper. Dan met je adres, dan kunnen we het opsturen. Dat was hem. Dat was hem. Wil je nog wat zeggen? Een shout-outje doen. Kom hier vooral naartoe. Kom hier naartoe. Ja. Ga je schaken? Ja, dat is lekker leuk. Okay. Schaken! Schaken! Maar het gaat natuurlijk allemaal om het zeilen.